fakkeltocht in Spijkenisse. Waarom vindt u het belangrijk om mee te lopen? Ik vind het heel belangrijk om mee te lopen omdat ik merk dat de regering momenteel een beleid voert wat niet strookt met mijn hart. En ik ben een beetje bang voor mijn kleinkinderen. En daar wil ik voor strijden. En heeft u ideeën, want ja, verbinding is ook een woord wat gezegd wordt. Heeft u een idee hoe we weer met elkaar kunnen verbinden? Ja, verbinden is door je te uiten. En de manier om te verbinden is communicatie. En je merkt nu dat door de tweedeling de communicatie geblokkeerd wordt. En ik denk op deze manier moet je laten zien wat je vindt. En dat wil ik graag vanavond doen. Ja. Liefde en verbinding, wat betekent dat voor u? Liefde en verbinding staat voor mij gelijk aan vrijheid in doen en laten wat je wil. Zonder tijdsloot, corona, passen en dat soort dingen. Een fakkeltocht, liefde en verbinding. Waarom loopt u mee vandaag? Nou, precies daarvoor, liefde en verbinding. Ja, omdat het best belangrijk is om te verbinden met elkaar. Ja, is het heel erg nodig, denkt u? Ja, het is heel erg nodig. We worden nogal uit elkaar gespeeld door de regering. Door gevaccineerd en ongevaccineerd. En hoe kunnen we weer een beetje dichter bij elkaar komen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Elkaar accepteren en respecteren elkaars keuze. Maar ja, de een mag wel in een restaurant, de ander niet. Dat is natuurlijk geen goede zaak, want we zijn allemaal gelijk. En u heeft ook een lichtje bij u. Ja. Denkt u dan nog speciaal van, nou, ik neem dat lichtje mee voor... Ja, voor de sfeer. Ja, maar doet je ook goed, hè, voor de saamhorigheid. Want dat is er bijna niet meer. Als jij ergens naar binnen gaat en jij moet je mobieltje zo houden om iets te laten zien, kan toch niet. We zijn toch zelf allemaal verantwoordelijk voor onze lichamen. Of je nou wel of niet ingeënt bent. Als jij gewoon zegt, ik hou ook afstand. En ik liep net langs een kroegje. Nou, dat was echt geen anderhalve meter afstand. Maar misschien hebben ze wel allemaal zo de mobiel gehouden. Heeft geen enkele zin. Hoeveel positieven zitten er dan binnen, hè? Ja, ja. Dat weet je niet. En het gaat allemaal om, wij verwachten dat. Een aannametje dit, een statistiekje dat. Dus dit hoeft niet. Dit is vrij. En ik ben lekker buiten. En met elkaar. Met elkaar, ja. In liefde en verbinding. We gaan lopen. Zo mooi. Ja. Hoe denkt u dat de verbinding tussen mensen weer tot stand kan komen? Nou, gewoon dit soort dingen. Ja, maar ja, goed. Ik heb geen prik genomen. Ik ben al een half jaar niet meer in een restaurant geweest. Of nou, denk nog langer. Ja, dat soort dingen. Hè? Maar dat geeft niet te zeggen, ja, hier spijker de horeca niet meer bij. Maar ik heb een kennis in een restaurant. Die was al haast, failliet. Maar die heb ik persoonlijk ook nog geholpen. Dus die leeft nog. Hoe voelt het voor jou om mee te lopen vandaag? Het voelt heel goed. De opkomst is volgens mij heel goed, heel groot. En ja, we doen dit voor de vrijheid, voor onze kinderen en iedereen eromheen. Dat we gewoon geen onderscheid maken. En je hebt het idee dat de vrijheid nu toch nog te veel beperkt is? Zeker, ik mag nergens heen. Ik word beperkt in mijn vrijheid. Dat ik ergens naar binnen mag. Dus dat kan niet. Ik ben gewoon een Nederlandse burger. En als je ziek bent, wat doe je dan? Thuis blijven. Hoe is het voor jou om mee te lopen vanavond? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Gewoon de saamhorigheid en dat er toch meer mensen denken en voelen dat er iets niet in orde is, ja. Maar de maatregelen, die worden getroffen voor alle mensen. Nee, het kost mensen te veel. En het is niet meer geloofwaardig, al heel lang niet meer. Dat is het niet. Ze maken iets kapot, heel veel kapot. Nee, ja, daar gaat ze bij mij gewoon niet in. Daarom loop ik. Ik loop voor de toekomst van onze kinderen. Er liepen deze avond in Spijkenisse ongeveer 213 mensen mee. De politie was er om de groep te begeleiden. En er zijn geen ongeregeldheden geweest.